Jongens, check even wat ik nou weer tegenkom. Op TikTok en op Rumach TikTok elke dag. Dan maak je best wel veel content, ja. Zeker, heel veel. En dan kijk ik terug en dan denk ik, ja, ik ben fucking hard aan het werk. Ik ben elke dag maar bezig. Mensen moeten niet vergeten dat het altijd doorgaat. Ja, ik heb wekkers 2 keer per dag. Elke dag om mezelf te reminden, nu moet ik posten. Oh my god, 2 keer per dag een wekker dat je moet posten. Dat is echt het minst heftige wat ik ooit heb gehoord. Dus de mensen die werken op die IC, die krijgen 2 keer per dag, krijgen ze iemand binnen die onder tram terecht is gekomen, geen benen meer heeft en die moeten ze dus niet redden. Soms lukt dat niet. Er zijn agenten die 2 keer per dag naar een fucking steekpartij moeten gaan om daar een beetje de boel te sussen met gevaar voor eigen leven. En er zijn bouwvakkers die 2 keer per dag denken van hey fuck, dat werk wat ik aan het doen ben is eigenlijk best wel zwaar. Ik weet niet of mijn rug het nog redt, maar ja, ik moet wel door, anders kan ik mijn huur niet meer betalen. En Marijn, besef even, al die mensen die ik net noemde komen straks thuis van een echt harde werkdag, openen even TikTok en dan zien ze jou klagen over dat mensen niet beseffen hoe zwaar je het wel niet hebt. Echt, haal op schuit. Oh kut, mijn wekker gaat, ik moet weer posten.